Tijdens het vaarseizoen is het belangrijk om periodiek de verstaring te controleren. Dit doet u natuurlijk voor en na elke tocht vanaf dek. En vergeet daarbij niet de verrekijker om af en toe eens even de mast op te inspecteren. Het moment om de hele tagage na te lopen en onderhoud te plegen is natuurlijk tijdens de winterstalling. Ook is dit het moment om uw vallen goed te controleren, eventueel te vernieuwen en ze thuis droog op te slaan. Zorg dat de delen die makkelijk kunnen beschadigen, dat u die demonteert voor de winterberging. Zoals de windex, het toplicht en de losse antennes. Bind alle vallen netjes langs de mast en zorg dat er voldoende ruimte op zit. Draai een stukje tape onder de wandspanner. Zo weet u in het voorjaar dat de verstaging weer op de juiste spanning staat. Bij sommige kranen moet het achterstag losgehaald worden om de mast te kunnen strijken. Zorg ervoor, voordat dit gedaan wordt, dat er altijd een lijn naar achter staat om de mast recht te houden. Dit kunt u bijvoorbeeld doen met de kraanlijn die u aan de voetrail vastmaakt. Nu kan het havenpersoneel het achterstag losmaken en de mast voorzichtig strijken. De gemiddelde levensduur van de verstaging is 10 jaar, maar periodieke controle en onderhoud draagt veel bij aan de veiligheid. Het voorstag in een rolfokinstallatie is erg moeilijk om te inspecteren. Mocht u twijfelen aan de leeftijd of aan de conditie, dan is het altijd goed om hem preventief te vervangen. Let er altijd goed op dat uw mast in de winterberging goed ondersteund wordt. Hier is goed te zien op meerdere punten, zo blijft de mast recht en beschadigt hij niet. Als het seizoen weer begint en de mast weer op de boot geplaatst wordt, loopt dan nog goed alle borgingen van de verstaging langs en zorgt dat deze afgetaped zijn. Zo zijn er geen scherpe randjes die de zeilen kunnen beschadigen of waar een val of schoot achter kan blijven haken. Let ook goed op de borging van de verstaging en bijvoorbeeld of uw toplicht, stoomlicht en windex nog goed gemonteerd zit. We hebben nu enkele punten van de tagage benoemd. Mocht u dat nou nog rustig op uw gemak na willen lezen, kijk dan op www.varendevrienden.eoc.nl voor nog meer informatie en onze checklists.